Ja. Ik had met de redactie gebeld. Ik zei, ik wil grote zaken, echt. Groot leert waarin we echt iets heldhaftigs kunnen. Beetje moordzaken. Zware stalking. Witte borden criminelen. Verkrachtingen. Ja. Gewoon iets waarmee je echt een verschil kunt maken. Ja. En ik heb het voor vandaag. Jij hebt, we hebben een zaak. We hebben echt een zaak waar je van denkt, what the fuck. Als te kijken dit wordt, blijft hij sowieso hangen tot de laatste minuut. Vertel. Het gaat om een smerig tapijt. Dit is Liz. Vorig jaar huurde zij het bedrijf van ene Jeffrey in om haar dierbare huiskamerkleed te laten reinigen. Het leek een klusje voor niks, maar werd een maandenlang proces vol ergernissen. En met een resultaat waar Liz haren van overeind gaat staan. Ik vind dit een fijne, goede zaak. Maar eerst ben ik wel heel erg benieuwd naar die sprankelende dame van 37. En daarom zetten we nu ook eronder vuistje. Doen wij de eerste twee woorden. Jonge dame, zeg waar is de vuist? We deden de eerste twee woorden. De rest doet de muziek, snap je? Jonge dame. Drie, twee. Jonge dame, zeg waar is het vuistje? Ik ben altijd te borren voor een vuistje. Nou, Liz. Ik vind die wel clean. Welkom bij mijn nederig stulpje. En het kleed waar het over gaat, dat is dit kleed? Nee, dat is niet dit kleed. Als het kleed was geweest wat gereinigd is, dan had je hier niet binnen willen komen. Oh. Oh. Dan was het echt, dan was je vergast. Ik vind Liz een hele leuke, lieve vrouw. Aantrekkelijk. Aantrekkelijk, ze ruikt ook heel lekker. Dus jij stuurt haar nog wel een appie? Nou, ja. Nou, dan doe ik het niet. Ik wil jou niet in de weg staan. Nou, dat vind ik lief. Maar ook maar eens. Ja, dat is wel echt een tyfusend. Dus laat maar zitten. Het kleed ziet er misschien uit als ieder ander kleed, maar heeft voor Liz grote emotionele waarde. Het is een erfstuk van haar overleden moeder. Het was een bijzonder kleed. Ja. Toch? Ja. Dat wel. Het was een bijzonder kleed, inderdaad. Waarom wou je hem gereinigd hebben? Wat was er misgegaan? Mijn hond die had een epileptische aanval en die moest daardoor spugen. Toen kwam ik op Facebook tegen dat die twee gasten dan kleden en auto's konden reinigen. Nou, toen dacht ik, prima. En dat konden ook op locatie, dus ze konden dat gewoon hier doen. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. En die twee gasten zijn Jeffrey en Robert. En met deze professionele meubelreinigers maakt Liz een afspraak. Als de heren samenkomen om het kleed bij haar thuis te reinigen, geven ze al snel aan dat ze de klus alleen kunnen klaren als ze het kleed meenemen. Liz stemt toe met de belofte dat het kleed binnen 2 weken weer terug is. Maar pas 3 maanden later wordt Liz weer herenigd met haar erfstuk. En toen kwam een van de heren kwam terug en die gaf aan, nou, we hebben het kleed gereinigd, maar het kleed moet acclimatiseren. Dus die moet je even opgerold, moet je die laten liggen. Maar na 5-10 minuten dat hij weg was, dacht ik, nou, ik ga dat kleed toch maar eventjes openmaken. En ik rolde het uit. Nou, toen kwam die lucht kwam al naar me toe. Ik dacht, oh nee, dit is helemaal niet goed. Dus eigenlijk was het van, wij hebben even, geef ons even een uurtje om snel weg te kunnen rijden. Precies, dat is het, denk ik, ja. En dan zie je pas de schade. Ja. Liz neemt direct contact op met Robert en Jeffrey om haar beklag te doen. Maar de heren weten van de prins geen kwaad. Zij vonden het in principe gewoon schoon genoeg. Maar omdat ik daarop stond, kwamen ze dan de volgende dag wel terug. Ze nemen het kleed weer mee en nu hebben de mannen zelfs bijna 4 maanden nodig om Liz dierbare erfstuk te reinigen. En toen werd het op een gegeven moment werd het kleed bij mij bezorgd door een bezorgdienst. Dus niet meer door de heren zelf. Die durfde niet meer. Die durfde niet meer. Was je wat verder? Nee, dat kleed dat was nog erger dan daarvoor. Hoeveel heeft dit gekost dan? Nou, het kleed zelf dat was €400. Dus dat is in principe verpest, hè, het kleed zelf. En de reinigingskosten waren €50 en €10 vooruitkosten. En het gaat natuurlijk niet om de kosten van het kleed, maar het gaat om de emotionele waarde. Ja. En ik wil dat kleed gewoon graag gereinigd hebben. Want ik heb wel vernomen, het zijn wel 2 vriezen. Ja, het zijn 2 vriezen. En je weet wat ze zeggen, Dennis. Het kan vriezen en het kan dooien. Maar liever dooie vriezen. Kunnen we het kleed zien? Zou je het willen? Ja. Oké. Let's go. Wacht, ik drink wel even mijn... Is hij altijd zo lastig? Ja. Let's go. Yes. Nee, je ruikt nog niks. Ruikt kan hij eruit? Oh, ja, hij kan is helemaal uit. Vettig. Ja, hij is vettig, ja. Trekken jullie hem er maar lekker Let uit, jongens. Echt, ja. Kopje vasthouden. Oeh, ja, bah. Ik ruik het al. Hé, god, bah. Zie die haren erin dan. Ugh. Nou, ik geloof het al wel. Nou, Bram, ruik even. Even goed voelen, even woelen. Ja, bah. Bram, ja. Helpen.
Ja. Helpen. Yes. Trek hem maar uit, hoor. Nee. Het is je schoonmoeder niet. Geen mondelingen help. De geur is al echt niet nee, te doen. Nee, dit is echt onmenselijk. Ja, jongens, hij gaat echt weer dicht. Doe maar, kom maar even. Nee, ik heb dat ding net met de handen aangeraakt. Jij gaat weer wat doen. Oh. Dat is nog mooi. Nou. Bah, vieze bende. Doe hem lekker dicht. Maar dat ze dan zo verknallen met z'n tweeën, die scheidvriezen. Want dat zijn het. Laten we dat niet vergeten. Kan ik dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Ik vind het nog wel wat mild. Kan het wat zwaar? Ja. Nee, dat ga ik... Nee, nee. Ja, kom op, iets zwaar. Nee, nee, nee. Dan krijg ik weer gezeik. Liz probeert het met het bedrijf op te lossen. Ze stuurt appjes en mailtjes, maar een goede klantvriendelijke afhandeling zit er niet in. Je hebt ook geen geld teruggekregen. Nee, ik heb niks. Nee, ik ben geblokkeerd. Oh. Ja. Maar was je dan zo irritant? Nou, voor in hun ogen denk ik wel. Want ik heb wel op een gegeven moment aangegeven dat ik de televisie op zou gaan zoeken. En dat denk dat ze dat niet zo heel erg leuk hebben gevonden. Dat heb je gedaan. En je hebt bij iedereen aangeklopt. Peter de Vries, Thijs Zeeman, Kees van de Spek, ja. Alberto Stegeman. Precies. Wij waren de enige die hapten. Ja. Nou, we weten dat we onderin het segment zitten. Ja. Maar ik weet ook dat jullie gaan dat fixen voor mij. Ja, ja dat is zeker toch? Waar. Absoluut. Ja. We gaan ze kapot maken. Dat denk ik ook. Wij gaan ervoor zorgen dat ze alleen nog maar stront eten. Oh, fijn. Toch? Nou, ja. Ik denk, Dennis, dat wij zelf even een kleedje moeten scoren. Misschien even een beetje moeten toetakelen. Yes. Hallo. Hallo, ik ben Bram. Dag. Oeh, wat een stevige hand, zeg. Doe dat dan even hoe jij dat normaal doet. Wat? Oh, ja. Huk? Ja. Hallo. Hi. Hoe is het? Goed. Ja? Wij willen een tapijtje scoren. Ja. En het liefst, ja, hij wil of een dierenprint. Het liefst met een hoogpolig koeientapijtje. Dat hebben we hier. Maar je hebt wel hoogpolig. Tapijt, ja, zeker. Oh, maar dit is leuk. Hier, moet je kijken hoe satisfying dit is. Nee, ik vind dit niks. Oh. Is dit van een ijsbeer? Nee. Kijk, dit is wel top. En korting. Ah, daar houden we van. Ja, ja, dit is top. En het heeft korting. Kijk. Strik erom. Strik erom. Ja, en kunnen we dan doen alsof het van een ijsbeer is? Als jij dat bedenkt. Ja, maar het is wel fijn als u als verkoper zegt, ja, het is van een ijsbeer. Nee, dat doe ik niet, want dat is het niet. Bram, ja? Is het van een ijsbeer, denk je? Ja, dat denk ik wel. Dames en heren, dank jullie wel. En betaal netjes je belastingen. Kees, heel erg bedankt. Dank je wel. Hey, top. En tot de volgende keer. Dank je wel. Yes. Oh. Dag hoor. Kees. Tot ziens, tot ziens. Tot prima. Ik zou hem wel andersom erop. Nee, zo goed. Zo, in de pocket. En dan nu de research. Maar de jongens zijn liever lui dan moe. Want stel je eens voor dat je een beetje inleest. Vind je dat dat onderzoek wat oplevert iedere keer? Nou, mondjesmaat. Ja. Wat dan? Ik wou de eindredactrice opbellen. Nu? Ja, dat we er klaar mee zijn met het onderzoek. Hey, hoi. Hey, we zijn midden in de opnames, jij bent op vakantie, maar wij zijn weer research aan het doen. En dat element resetten, dat levert steeds niks op. Jij weet ook wel hoe dat zit. De redactie heeft het allemaal al lang uitgezocht en om minuten te maken moeten wij iedere keer op een laptop dingen opzoeken die we eigenlijk allemaal al weten. Ja, doe het gewoon. En we moeten toch beeld hebben. Dan doe ik gewoon... Gewoon luisteren naar de redactie. Lig jij met je kont in de zon? Ik lig met mijn dikke kont in de zon. Bank reinigen, eetkamerstoelen reinigen, leerreinigen. Laten we even kijken bij recensies anders. Ja, die zijn vast allemaal lovend op die website. Ze zijn flexibel en werken desnoods zelfs 's avonds. Ze zijn er niet vies van om werkzaamheden dubbel uit te voeren. Onze bank is als nieuw. Tevreden, toppers. Je zou haast zeggen dat ze het zelf... Ja, tuurlijk, maar dat is hun eigen website. Dat is niet een of ander onafhankelijk forum, is hun website. Wat nou als we hem even door de zoekmachine halen? Die Robert. En dan komen we uit op Robert C. Robert C. is een like farmer die geregeld hoaxes publiceert op tal van Facebookpagina's in zijn beheer. Hij zou tevens eigenaar zijn van enkele dubieuze bedrijven, terwijl hij zijn volgers op Facebook tracht te misleiden met gefabriceerde screenshots van onbestaande krantartikels. En geld te verdienen met de verkoop van onbestaande vlaggen en stickers voor Zwarte Piet. Ach, dat spreekt me wel aan. Maar het is allemaal dubieus en hij levert eigenlijk alleen maar stront, als hij levert. De jongens gaan proberen om zelf in contact te komen met de tapijtreinigers.
Stap 1 is het zojuist gekochte kleed bevuilen. Oh, Bob. Dikke prima, toch? Ja, daar ligt hij al. Gezeik. Hé, hey, wat doe je nou? Ja, uitklappen toch? Nee, niet hier. Ja, moest hier op het gras. Nee, dat is gewoon niet leuk. Nee, dat is ook niet leuk. Zullen we hem hier ergens neerleggen? Kleurt hem even goed. Zal ik even wat drankjes halen? Ga jij even zitten? Beetje. Nou, dat zit er al op. Oh. Oh. Wat kut zeg. Hey Dennis, proost. Yes, ach, wat kut. Hoppakee. Kom maar. Ja, lekker maar een is epileptische dat, aanval. Kom maar even. Kotsen, jongen. Kunnen we dat stimuleren? Ja, ik denk poep. Niet. Jack, poep. Pootje, zit, lig, poep. Pootje, iets. Ik had wel ga iets zitten. Meer verwacht van deze scène. Ik dacht, die hond die gaat hier rollend en kotsend over dat kleed heen. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk wel vies genoeg is. Goeiedag. Om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Ik had een feestje afgelopen weekend. Nou, je weet het natuurlijk wel, er stoot het een en ander om. Hele tapijt, naar de Filistijnen, kan je wel zeggen. Want jullie reinigen ook op locatie? Ja, wij reinigen op locatie. Afspraak staat. Hey. Ik zou zeggen, pak je wapens, pak je hooivork. We pakken ze. Een klein weekje later strijken Bram en Dennis weer neer in het pittoreske Alkmaar. Ze hebben daar een huisje gehuurd om zo onopvallend mogelijk zaken te kunnen doen. Zo, zijn we dan. De dag van de waarheid in het bruisende Alkmaar. Yes, tijd om weer boeven te pakken. En ik heb even een Airbnb'tje gehuurd. Ja? Of nou ja, ik. Is dat veiliger dan het AZ-stadion hier? Dat denk ik wel. Maar goed, we hebben nog een half uurtje voordat die criminelen langskomen. Nee, dat zou ik niet zeggen. Goh, ze zijn zware boefjes. Juist. We pakken ze bij de ballen. Doe dat nog eens? Nee, dat één keer is genoeg. Gadverdamme. Zo, dat ruikt lekker. Bram, je weet hoe dat werkt? Zie ik eruit als een dikke debiel? Moet niet te veel opvallen, hè? Boom. Hey, daar is ze. Nou. Hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Goed je weer te zien. Ja, is gelijk. Hoe is het ermee? Hey. Nee. We hebben een hele mooie plek voor je uit. Nou, kom maar gauw mee, want ze komen eraan. Ja, gauw. Ja, gauw. Doei, jongens. Doeg, dag. Het duurt ook echt nog een uur voordat ze er zijn. Ja, maar laat haar maar even zitten. Je zit daar goed, hè? Oh ja, fantastisch. Ja, hou je stil. Ja. Even een bakje? Ja, laat haar dan maar mooi zitten. Maar veel tijd voor een bakje hebben de heren niet, want Jeffrey staat al voor de deur. Zo. Goeiedag. Hey. Jeffrey. Ja, net. Hi. Jeffrey. Bram. Dit is ons kunststuk. Ja. Nou, een mooi kunststuk. Ja, jus d'orange. Dat werkt niet zo lekker op zo'n kleed, zullen we maar zeggen. Dus, maar kan je hier wat mee, als je dit zo ziet? Ga even een stukje proberen, Vin. Ja, graag. Top. Maar voor de rest wel een leuk feestje gehad, toen? Het feest was wel leuk, joh. Alleen de schade is aanwezig, laten we het zo zeggen. Ja. Kom, wij halen even koffie of zo. Ken jij dit tapijt toevallig? Want dit tapijt is ook vies. Althans, het stinkt. En de surprise show van Henny Huisman. Surprise! 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 Okay. Maar bij Henny was dat wel iets meer uitgevoerd. Ja, want ik zou jou eerst roepen. Dus heel even naar binnen roep ik je erbij. Maar goed, ken je dit kleed nog? Nee. De surprise show van Henny Huisman. Nee. Surprise! Ja, kom erbij. Hi. Leuk. Waar gaat het over? Ken jij deze dame? Ik ken mevrouw, ja. Ja. En wat ging er mis toen? Dit kleed hebben jullie tot 200 toe gereinigd. In een periode van een half jaar, waarin die een half jaar bij jullie was. Dus dat was de doorlooptijd voordat het kleed terugkwam, was gemiddeld 3 à 4 maanden.
Vrij lang. Vrij lang. Jongens, ik ga hier niet in. Sorry. Niet? Nee. Nou ja, maar het gaat wel over jouw bedrijf. Over jullie bedrijf? Ja, jullie bedrijf. Want je hebt ook een tandenbleekcentrum. Dat gaat ook niet helemaal goed. Daar leveren jullie ook geen dingen. Er zijn heel veel klachten over de tapijten die nooit worden schoongemaakt. En jullie verkopen ook pro-Zwarte Piet stickers. Die maar zelfs geleverd. Die stickers worden niet geleverd. Want ik had anders mijn slaapkamer er vol mee. Afijn, kun je hierin vinden in dit verhaal? Ik niet, sorry. Maar is het niet mooi als we dit dan heel... Maar kunnen we dit niet heel even... Meneer. We willen heel even met jou een gesprek, want we willen het zonder eigenlijk camera. Oplossen. We willen het eigenlijk oplossen. Zonder kamer. Het is wel een klant van jullie en de ja. Klant lijkt me normaal koning, in dit geval het koningin. Het is volgens mij heel simpel op te lossen. Ja, want het misschien... bombari. Nou, de politie. Gezellig. Maar wil je dit niet gewoon heel fijn oplossen met z'n allen? Zeker, maar... Nou, maar dan bel je toch geen 112? Dat niet zonder camera. Nou, meneer belt dus even ondertussen de politie. Ja. Wordt gezellig. Dat was weer gezellig. Zo dreigend zien wij er toch niet uit. Maar. Nou, ja. Je hebt wel weer een zwarte Aussie aangetrokken. Jij loopt ook het zwart, gek. Oh ja, dat is zo. Maar wel met bloemetjes. Nou, meneer de agent. Omval 25. Ik dacht dat het een klant van mij was, maar dat was niet zo. Nou, dat is eigenlijk wel zo. Er staat hier een klant, maar die is opgelicht door jou. En daar wou ze het eigenlijk met jou over hebben. Sorry. Zullen we een TikTok... Ja, ze staat hier door me heen. Ik weet niet of jullie zijn de camera ploeg of zijn. Nou. Welk televisieprogramma zijn jullie? Onrecht. Publieke omroep, NPO3. Of zoiets. Nee, niet. Onrecht. Ik wil wel een oplossing met ze maken, maar zonder camera. Nou, doe, hang dan even op. Dan kunnen we lullen. Ja, dit is toch geen gedoe? Je sluit jezelf op in een kast. Wat zegt u? Dat je jezelf opsluit in een kast. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein en in de kroeg. Jeffrey, we trekken de camera's even terug. Maar laten we in ieder geval met een oplossing komen. Maar dan moet je wel tot een oplossing komen met mij. Luister, nou, die camera's zijn weg. Ja, en als ik nu met jou afspreek dat wij gewoon een oplossing gaan vinden... want je bent gewoon uit contact gegaan met mij, hè? Nee, je hebt ons bedreigd. Dat is bedreigd met wat? Ik heb gezegd, als jij mij wil naaien, moet je echt vroeger opstaan. Dit kan er gebeuren. Jij laat je niet naaien? Nee, ik laat me niet naaien. In ieder geval niet door jou. Wel door mij? Nou, heel misschien, Dennis. Goed, maakt niet uit. Wat wil je oplossen? Heb je mijn kleed gezien? Zou jij mijn kleed zo neerleggen in jouw huis? Ja of nee? Nee. Nee. Zo heb ik hem van jou en van je vriend teruggekregen. Twee keer toe. Ik ben nu niet tevreden met dit kleed. Oké. Okay. Wat is jouw oplossing? Wat wil je als oplossing? Ik wil mijn kleed wel goed hebben, want dat wil ik dan nu, hè? Dat kan nu niet. En we willen je wel de kans geven om nu met een gepaste oplossing te komen. En dan lossen we het met z'n allen op. Lachen we erom. Ja, dan wordt het niet uitgezonden. Nee, dat kunnen we niet beloven. We kunnen je wel een maar dan een zenden geven. We wel iets uit waarin jij alles oplost. Het is een kleed met heel veel waarde voor mij geweest. Daar ben ik al overheen gestapt. Maar je hebt gewoon mijn kleed verruineerd. Kan niet, Jeffrey. Kan echt niet. Kijk, die vrouw is echt een half jaar gedupeerd geweest. Joh. We geven je de kans om het op te lossen. En in plaats van dat je dan zegt, nou is goed, hoe gaan we dat doen? Stel je nog allerlei eisen ook nog, terwijl jij fout zit. Dat is toch een beetje gek? Eigenlijk wil ik gewoon voor alle shit die ik heb meegemaakt, €350. Jouw reinigingsspullen, jij bent langs geweest, plus mijn kleed. €350. Kunnen we dat met een tikkie doen? Kom maar. Nou, top. Welk nummer kan ik dat doen? Want jij hebt mijn bent toch gebakken? 111. Kijk, ja, als het goed is, is hij voltooid. Zullen we nog een groepshug doen? Nee, even. Nee. Zo, de buit is binnen. Zijn de camera's nu uit? Ik weet nee. Is gelukt. Ik zou zeggen TikTok. Ik kan weer likes haken. Wat heerlijk. Boom, boom. Hey, hallo. Hi, Bram. Een hele goede middag. Hi, Dennis. Nou, ja, jullie waren gebeld. Ja, hij komt eraan. Ja, hij komt eraan. Ja. Oh, hij gaat blijven. Jeffrey, ik wil je alsnog nog één keer bedanken dat we tot een oplossing zijn gekomen. Jeffrey, de blur die wordt gefixt. Don't worry. Dank je wel. Ik dacht dat jij altijd voor de huk ging. Ja, ik ga altijd voor de huk, maar ik had dat net al even opgegooid. Dat zat er niet in. Nou, ik ga even koffie drinken. De tapijtreiniger weet niet hoe snel hij moet wegkomen. Maar haastige spoed is zelden goed. Dat blijkt ook nu weer.
Jeffrey raakt de auto van onze cameraman en rijdt nog door ook. Hey, maak aan! Ja, ik heb hier allemaal schade, man. Licht erin. Ik zit erin. De jongens en de politie zetten de achtervolging in. Rijden, jongen. De politie is er nu weer achteraan. En wij ook, want dan ben je natuurlijk bij ons schoft. Dan los je het af en dan maak je weer schade. Meneer, moet de schadeformulier gaan invullen en is klaar. Ik had het niet door. Heb je gezien hoe je wegreed? Ik ben gefrustreerd, ja, tuurlijk. Ja, en dan rij je als zo'n idioot weg. Ja, nou, dat is fout. Ik snap het ook ergens wel en dit is gewoon een ongelukje. Dus, nou, laten we... Ja, jij wil, van komt er ja, lekker, jongen. Jij wil sensatie, dikke lul. Gaan schadeformulier in invullen. Mijn plicht is gedaan, ik wil thee. Dus flikker op met dat formulier. Maak even een bakje koffie nog. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja? Okay, vul me even in en dan kunnen we weer door. Ja, dat... Ga dus nooit in zee met je malafide schoonmaakbedrijf. Probeer je het op te lossen. Dikke schade. Stop. Gewoon helemaal kut. Nee, sloes. Nu is gewoon het kut. Nu gaan we aan de thee. Nu is het klaar. Kom, we gaan lekker aan de thee. Maar we moeten toch... Ja, nee, dat is goed. Dat... Echt... Joeri fixt het wel. Dag. Onze 700.000 Facebook-fans en 300.000 YouTube-subscribers tellen niet mee. Die anderen stellen online helemaal niks voor. Maar tellen volgens Den Haag wel mee. Dat is echt erg. Abnormaal verschrikkelijk. Word lid en hou pont in de lucht.